In het licht van de koplampen zie je ze krioelen. Eindeloos veel muizen. Druk bezig met muizendingen. Ze zijn op zoek naar eten. Vooral boeren hebben hier veel last van. Hun oogst wordt opgegeten waar ze bij staan. Een van de boeren vertelt erover. My morning ritual is, you know, to go out and I get a couple of hundred mice every night. I catch in buckets, the water bucket traps. I've got about 15 bait stations and I spend at least an hour every morning and every night picking up dead mice. Het muizenballet speelt zich af aan de andere kant van de wereld, in de Australische staat New South Wales. Al maandenlang is het aan de gang en er lijkt geen einde aan te komen. Oh, damn. Deze muizen kunnen zich namelijk supersnel voortplanten. Eén muis kan, hou je vast, per seizoen 500 muizenbaby's krijgen. Tja, zie dat maar eens te stoppen. It does play massive impacts on your mental health. I can tell you, I don't sleep because I'm paranoid. You know, you can hear them in your walls and your roof. And people have actually been chewed in bed as well. Like, you know, they're laying in bed and they're getting bitten. Niet alleen de inwoners zijn er klaar mee, ook de staat zelf is het zat. Er is zo'n 32 miljoen euro beloofd om de muizen te bestrijden. Want, zo zeggen ze, de enige goede muis is een dode muis. Deze boer gaat er niet op wachten. Hij doet ondertussen zelf wat hij kan om de muizen buiten de deur te houden. So my house is absolutely sealed, like a submarine. Like, you know, I've got rubber around my doorways and underneath, and you know, we don't open our windows at all. Oh, the smell is rotten.